Laten we starten. Goedemiddag bij deze webinar over suïcide in de sociale media en de media. Mijn naam is Scarlett Hemkes en ik ben persvoorlichter en communicatieadviseur bij 113. En ik heb hiervoor 10 jaar gewerkt bij GGZ Rivierduinen en ben daar actief geweest op het gebied van online hulpverlening voor eetstoornisproblematiek, maar ook suïcidaliteit en zelfbeschadiging. Ik ga even naar een volgende sheet. We gaan het vandaag dus hebben over het effect van berichtgeving over suïcide in de journalistieke media en de sociale media. Maar voordat we het daarover gaan hebben, denk ik dat het goed is om even een trigger warning te geven. Ook wel TW genoemd op social media. En dat wil zeggen dat het gaat natuurlijk over best wel een kwetsbaar onderwerp wat gevoelig kan liggen. Als je hier zelf problemen mee hebt, als je iemand in de omgeving hebt die hier problemen mee hebt, dan kan dat je raken. Wees daar alert op tijdens deze webinar. Dat heb je het gevoel dat het je raakt of dat je je minder prettig gaat voelen, in welk opzicht dan ook. Je kan altijd de webinar verlaten en je kan hem altijd op een later moment eventueel samen met iemand terugkijken. Gaat het echt niet goed, dan kan je natuurlijk altijd contact zoeken met 113 via 0800 0113 of via onze chat op 113.nl. Mocht je tijdens deze webinar vragen hebben, dan kan dat. En dan kan je die het beste stellen in de Q&A-knop. Die zit of boven aan je scherm of beneden aan je scherm. Die zullen we dan eventueel tussentijds, maar vooral denk ik aan het einde van de webinar, om het allemaal een beetje duidelijk te houden, zullen we die gaan beantwoorden. Heb je een specifieke vraag voor een van de sprekers, dan kan je het beste even die naam erbij zetten. Het doel van deze webinar, we gaan vandaag proberen antwoord te geven op de vraag hoe kunnen we met elkaar op een zo veilig en constructief mogelijke manier omgaan met berichtgeving over suïcide in de media en de sociale media. Nou, de media, daarmee bedoel ik radio, televisie, krant, podcast, documentaire en eigenlijk ook dingen als Netflix. En sociale media, ik denk dat iedereen het ook wel weet, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, ga zo maar door. Ik ga dat gelukkig niet in mijn eentje doen. Ik heb een mooi team van deskundigen met mij. En die gaan zich nu even aan u voorstellen. En te beginnen bij Jeroen Steenmeijer. Hoi, ik ben Jeroen Steenmeijer. Ik ben kinder- en jeugdpsychiater. En ik werk op dit moment bij GGZ Centraal. Dat zit in Midden-Nederland. En ik heb afgelopen jaar een tijdje onderzoek gedaan en ik geef ook een training hoe om te gaan met met name jongeren dus die omgaan met die last hebben van suïcidaliteit. En ik ben erg betrokken bij het onderwerp en zodoende had Scarlett mij benaderd. Saskia. Goedemiddag allemaal, ik ben Saskia Marella. Ik werk als senior onderzoeker bij 113. Dan doe ik een heel leuk team met 15 onderzoekers vanuit de psychologie, sociologie, maar ook wiskundigen hebben en data scientist. En binnen het onderzoek houd ik me bezig met het onderzoeken van de achtergronden van zelfdodingen onder jongeren. Daar hebben we een groot onderzoek naar gedaan. En ik houd me ook bezig met het onderzoek binnen de hulplijn. En daar zijn ook veel jongeren die gebruik maken van de diensten van 113. Dus vandaar dat ik hier nu bij zit. Dankjewel. Maarten? Ik ben Maarten Dallinga uit Utrecht. Ik ben freelance journalist en podcastmaker. Je kunt me kennen van podcastseries als Verstrikt en Doordrenkt. Die gaan allebei over suïcide. En daarnaast schrijf ik af en toe ook over dit onderwerp voor kranten. En doe heel af en toe mee aan dit soort dingen, omdat ik het heel belangrijk vind om mijn stem te laten horen en om het onderwerp bespreekbaarder te maken. Ed? Stond nog op mute, zou je altijd zien. Hallo, goedemiddag. Ik ben Ed Kist. Ik ben teamleider bij 113 Zelfmoordpreventie en ik werk al ruim 30 jaar in de GGZ. En ik heb onlangs deelgenomen aan het gezicht achter 113, de actie op de social media. Waarin ik ook verteld heb over wat ik zelf met het onderwerp zelfmoord en suïcidepreventie heb
naar aanleiding van mijn dochter, die al een aantal keer ook een zelfmoordpoging heeft ondernomen. En naar aanleiding daarvan heeft Scarlett mij ook benaderd om aan het webinar deel te nemen. Dus nou, dat doe ik heel graag. Oké, en tenslotte Charlotte. Hi, ik ben Charlotte. Ik ben journalist, maar op dit moment werk ik helaas niet omdat ik ziek ben. Ik ben, de meeste mensen kennen mij omdat ik vorig jaar ging protesteren omdat ik al heel lang op een wachtlijst stond. Inmiddels ben ik gelukkig wel begonnen met mijn behandeling, maar daarom ben ik ook weer in toenemende mate heel suïcidaal en ben ik nu ook opgenomen. Maar ik vind het wel leuk om hier aan mee te doen. Ja, dankjewel. En ook dankjewel dat je ondanks dat wel gewoon meedoet. Ik ga weer even terug naar het scherm. Nou goed, voordat we het echt gaan hebben over berichtgeving in de media en sociale media en wat de effecten daarvan kunnen zijn, denk ik dat het goed is om eerst even stil te staan bij suïcidaliteit. Ook omdat naar aanleiding van alle aanmeldingen die we kregen, we hebben meer dan 1000 aanmeldingen gehad. En daarin stond ook vaak waarom iemand wilde komen. En veel van die vragen gingen ook meer over suïcidaliteit in het algemeen. Dus om daar even bij stil te staan, wat is suïcidaliteit? Is het dood willen? Kan je door een mediabericht suïcidaal worden? Kan je door corona suïcidaal worden? Hoeveel mensen lijden er aan suïcidaliteit? Zijn het meer mannen? Zijn het meer vrouwen? En hoe voelt het eigenlijk? En tenslotte een paar kleine dingen die eventueel zouden kunnen helpen. Nou, ik denk dat ik het beste kan vragen wat suïcidaliteit is aan Jeroen. Dus ik dacht eigenlijk dat je het misschien het beste aan Charlotte kon vragen. Ja, die zegt dat gaat eruit hoe het voelt. Ja, dat is waar. Ja, ja nee. Ik kan wat vertellen over hoe wij als psychiaters naar suïcidaliteit en ook wel hoe we in Nederland te kijken. Kijk, suïcidaliteit is eigenlijk wanneer je zo klem bent komen te zitten in problemen, dat je eigenlijk nog maar één oplossing weet. En dat is uit het leven stappen. Hè? Daar werk je een soort van naartoe. Er zijn allemaal stappen die daarvoor in dat proces zitten. Maar uiteindelijk is dat waar je dan op een gegeven moment denkt dat dat de enige oplossing die nodig is. En daar dat noemen we dan suïcidaliteit. Maar dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. En het is ook niet iets wat dus continu zo is. Want zoals je wel weet, over alle problemen die je soms tegenkomt in het leven, denk je soms daar heel erg, denk je dat er geen oplossing voor is. En zijn er een paar dagen later opeens toch oplossingen voor. En dat zien we ook in de praktijk. Dus dat suïcidaliteit heel erg kan wisselen. En zodat het ook niet betekent dat iedereen die last heeft van die gedachten ook altijd suïcidepogingen doet of uiteindelijk eraan overlijdt. Maar het is bijvoorbeeld wel, onder jongeren wel de belangrijkste reden waarom jongeren vroegtijdig overlijden. Of een van de belangrijkste redenen. Af en toe is het verkeersongelukken wat meer voor meer doden zorgt. Dus het is wel een heel belangrijk probleem om aandacht voor te hebben en om beter te leren begrijpen. Is dit een goed antwoord op je vraag? Jawel. En als er nog mensen zijn die toch dingen onduidelijk vinden of daar wat meer over willen horen, stel die vraag dan in de Q&A of eventueel in de chat, want ik zie dat daar ook veel activiteit is. Saskia, zou jij iets meer kunnen vertellen over de cijfers en feiten rondom suïcidaliteit? Ja, dat kan ik. Ik wil iedereen ook graag verwijzen naar de factsheets die 113 heeft op de website. Dus daarin hebben we ook over verschillende groepen hoe vaak het voorkomt. Wat we in Nederland zien is dat de zelfmoordcijfers al enige jaren stabiel zijn. Afgelopen 2 jaar zelfs een lichte daling. Maar het zijn er toch gemiddeld 5 mensen die per dag overlijden door zelfdoding. Dus dat is echt veel. En 40 mensen komen gemiddeld op de spoedeisende hulp terecht vanwege een suïcidepoging. Zelfdoding raakt natuurlijk niet alleen het slachtoffer, maar ook de mensen om het slachtoffer heen. Hè. Dus dat hebben ze ook onderzocht, dat meer dan 100 mensen, dus goede naasten, vrienden, bekende collega's, worden ook geraakt door de zelfdoding. En wat Jeroen ook al zei, ja, het is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Dus dat betekent dat er meer jongeren doodgaan door zelfdoding dan door kanker of hart- en vaatziekte of door verkeersongevallen. Dus dat geeft wel aan hoe ernstig dat is. De risicogroep zit, dat zijn toch wel de mannen. En dan met name de mannen tussen de 40 en 70 jaar. En wat verder ook nog wel belangrijk is om te benadrukken, is dat het vaak gaat om een samenspel van factoren. Dus er is nooit één oorzaak.
Maar het heeft te maken met bepaalde aanleg, bepaalde persoonskenmerken of traumatische ervaring in de jeugd, die dan door een recente stressor, hè, het kan zijn dat je psychisch ziek wordt of dat je je baan of relatie verliest door zo'n ingewikkeld samenspel, dat dat uiteindelijk tot de zelfdoding leidt. Dus je kan niet... En met risicogroep bedoel je volgens mij de mensen die uiteindelijk daadwerkelijk als suïcide overlijden, toch? Ja, dat die, die aantallen zijn het hoogst. Bij mensen ja, tussen precies. 40 en 70 jaar. En dan met name de Want, mannen. Namelijk ook onder jongen is het komt het ook heel veel voor. Hè, dat de klacht zeg maar, van dood willen is die komt heel veel voor. Ja. Dat is denk ik ook goed om... Ja, het is inderdaad het verschil. Als je kijkt naar de spoedeisende van de hulp, dan zijn het vooral de jongvolwassenen die daar terechtkomen met een suïcide poging. Ja. En Jeroen, je zei net van jongeren die dood willen, maar willen ze werkelijk dood? Ja, dat is makkelijker gezegd. Hè, ik geloof erin dat mensen die dood, nadenken over de dood, dat die geen andere oplossing zien. Dat betekent dus niet dat ze, als er andere oplossingen zouden zijn, dan nog steeds dood zouden willen. Dus ik denk dat als je mensen die daadwerkelijk overwegen een einde aan hun leven te maken, gaat helpen met het vinden voor een oplossing voor de problemen waar ze mee zitten, dat ze heel vaak ook weer willen leven. Ja, dat is wel waar ik in vertrouw. En dat is ook waarom ik denk dat het goed is om in ieder geval je hier heel hard voor in te blijven zetten. Want als dat niet zo zou zijn, dan had het ook niet zoveel zin om je er heel voor in te zetten. En dat, ja. Okay. Dus ik geloof niet dat mensen die suïcidaal zijn allemaal echt dood zouden willen. Er zijn wel mensen die suïcidaal zijn die dat zelf in ieder geval wel geloven op dat moment. Dat denk ik wel. Anders. Okay. En Saskia, ik zie in de chat een vraag. Neemt het aantal gevallen van zelfdoding toe door de lockdown? Ja, nou wat we maandelijks houden we dat bij, het aantal zelfdodingen. Wat wij hebben gezien is dat het aantal zelfdodingen niet is toegenomen. Dus als je vergelijkt dus hoeveel mensen zijn overleden in 2020 vergeleken met het jaar ervoor, dan zien we geen toename en ook niet als je kijkt binnen bepaalde leeftijdsgroepen. Dus we hebben ook gekeken voor de jongvolwassenen tussen de 10 en 30 jaar, maar ook de risicogroep 40 tot 70 jaar. Dan zie je niet dat daar het aantal zelfdodingen is toegenomen. Oké. Dus gelukkig, dat is wel, maar wat wel heel erg belangrijk is om het daarbij te zeggen, is dat we wel alert moeten blijven. En dat we dus... De vraag is denk ik heel erg, wat gebeurt er ook straks als de overheid zich meer en meer gaat terugtrekken? Als de steunpakketten nog verder worden afgebouwd, historisch laag aantal faillissementen nu, maar hoe gaat het zijn als iedereen toch weer op eigen benen moet staan? Nederland zit nu aan het infuus, zou je kunnen zeggen. Dus ik denk ook zeker dat alertheid geboden is op de komende jaren. Je zag ook bij de vorige crisis van 2008 dat pas de grootste klappen jaren later kwamen voor mensen, bijvoorbeeld in de detailhandel of bedrijfsleven. Ja, dat weten we ook uit. Dat de economische crisis leidt tot hoger risico of in ieder geval meer zelfdoding. Dat weten we ook uit de eerdere cijfers. Oké. Nog twee korte vragen voor Saskia en dan gaan we verder naar hoe het eigenlijk voelt. Of het aantal pogingen tot zelfdoding is toegenomen en of er meer gebruik wordt gemaakt van 1-3 tijdens de coronacrisis. Ja, het vervelende is dat we geen goed landelijk beeld hebben van het aantal suïcidepogingen. Dus er worden wel schattingen gemaakt op basis van een aantal ziekenhuizen en dat wordt dan vertaald naar een Nederlandse schatting. En we gaan de komende jaren bij 1-3 alles eraan doen om ervoor te zorgen dat we wel een goed beeld hebben. Dus wat we nu weten is wat meer regionaal dat bepaalde ziekenhuizen hebben gezegd dat het aantal pogingen toe is genomen wat zij zien. Maar daar hebben we nu nog geen harde cijfers voor heel Nederland. En je had nog een andere vraag? Het aantal hulpvragen bij 1-3. Ja, het aantal hulpvragen is zeker toegenomen de afgelopen maanden. En dat past op zich ook wel in de trend wat wij zien, dat in de afgelopen jaren steeds meer mensen ons weten te vinden. En dat heeft ook mee te maken met hoe vaak we in de media komen. En wat er ook aan heeft bijgedragen is dat we nu ook een nummer hebben, 113, waardoor we ook direct bereikbaar zijn. Dus dat zijn ook factoren die meewegen. Mijn... Ho. Misschien kunnen we even een andere vraag uit de Q&A dan beantwoorden die hier een beetje op aansluit. Want die vroeg ook wat zijn dan de percentages van
jongeren die overlijden aan suïcide ten opzichte van de ongevallen. Omdat we net zo zeiden, van, goh, het is een heel belangrijke doodsoorzaak onder jongeren. Nou, het is, in zijn algemeen is overlijden meer mensen door zelfdoding. Dat is 3 keer zoveel dan het aantal verkeersongevallen. Dus er zijn iets van 600 per jaar verkeersongevallen. Terwijl suïcides zijn er 1800. En vandaar dat Jan Mokkenstormen, onze oprichter, ook altijd zei van ja, het is echt enorm. Dat is aantal is wel omlaag gekregen via allerlei preventieve maatregelen. Dus voor suïcide moeten we het niet accepteren dat dat zo enorm hoog blijft. En ook op zoek naar wat je allemaal in de maatschappij kan doen. Welke buffers je allemaal kan opwerpen. Zodat mensen niet eenzaam en radeloos alleen overlijden. Ja. En daarvan zijn dan ongeveer 50, soms wat meer en soms wat minder, jongen onder de 20. Dus dat is op zich een heel klein getal, hè, in absolute getallen. Maar als je bedenkt dat dat dus de meeste jongen in Nederland zijn, is dat nog steeds heel veel. Nou ja, voor tieners is het inderdaad gemiddeld 1 tiener per week overlijdt door zelfdoding. Maar als je kijkt tussen de 20 en 25 jaar, dan zijn de aantallen wel weer hoog. Dus dat, ja, dat klopt. Dat is zeker klopt. Ook een groep om aandacht voor te hebben. Oké, dankjewel. Zullen we nu doorgaan naar Charlotte? Want ik denk dat het wel heel interessant is hoe het nou eigenlijk voelt, suïcidaliteit. Ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Ik denk, er zijn heel veel verschillende, oorzaken. Maar wat ik zelf eigenlijk het engste eraan vind, en dat zei Jeroen net ook al een beetje. Ik weet nu en op eigenlijk... Ik ben al 9 jaar best wel vaak heel suïcidaal. Zeg maar, gewoon heel vaak. En de hele tijd waren er wel momenten dat ik wist dat ik niet echt dood wilde. Maar ook eigenlijk heel erg vaak en nog steeds zijn er echt momenten dat ik daar wel helemaal van overtuigd ben. En dat is eigenlijk het enge, dat je dat voor mij, dat ik dat niet meer onder controle heb dan. En dat eigenlijk ook niks mij daar dan vanaf kan houden. En dan weet ik nu wel van, het komt misschien door dit of door dit. Maar op dat moment heeft dat gewoon totaal geen aansluiting en is die gedachte gewoon zo sterk. Die wens ook. En dan lijkt er, het is natuurlijk ook zoiets groots. Kijk, het leven is natuurlijk eigenlijk het enige wat je echt hebt. En er is eigenlijk niks groters dan dat beëindigen. Dus er is bijna niks wat op dat moment even groot is om zeg maar die wens te stoppen. En dat maakt het gewoon voor mij nog steeds heel eng. Om dat te ervaren. Ook al ben ik in therapie en heb ik er al wel echt veel meer controle over. Ik weet nu dat het zeg maar een deel van mij is dat wil. En ik weet nu een beetje waar het vandaan komt. Eerst was het echt zo, ik ben soms suïcidaal, geen idee waarom. En dus zo voelt het voor mij. Dus therapie heeft je tot dusver wel geholpen, zeg maar, om het wat meer tastbaar te maken en wat beter ermee om te kunnen gaan? Nou, vooral, ik ben pas net begonnen met therapie, maar wat mij vooral heeft geholpen is dat ik er op een gegeven moment achterkwam dat het een kant van mij is. En dat die kant mij een soort van kan overnemen. En dat maakte ook dat ik eerder hulp kon vragen. Want daarvoor was het eigenlijk zo, als ik suïcidaal was, dan moest ik het van mezelf ook meteen doen. Anders vond ik dat ik aan het dreigen was. Dus dan kom je in een best wel lastige situatie. Want als ik dan zei, help, ik heb hulp nodig, dan ging ik het eigenlijk ook meteen doen. Dus ik kon niet om hulp vragen, zonder dat ik op dat moment meteen een gevaar was voor mezelf. En daarom heb ik dus ook best wel veel pogingen gedaan. Hey, en Charlotte, ik zei ook iets over dat denk dat het dus ook de hele tijd wisselt. Hè? Dus dat betekent ook dat het dus weer, ook al doe je niks, weer minder zal worden. Ervaar je dat ook zo? Of? Ik denk het niet per se, want bij mij is het wel zo dat als er niks gebeurt, dat die kant het sterkste wordt. Dat er wel degelijk echt iets moet gebeuren. Ik weet nu welke stoornis ik heb en dat is denk ik wel anders dan mensen waarbij het bijvoorbeeld vanuit een depressie komt of
zeg maar, je hebt daarin gewoon echt verschillende soorten van suïcidaliteit, denk ik. Dus ik denk dat dat wel echt belangrijk is om daarachter te komen. Want als je inderdaad heel depressief bent, een depressie kan zomaar overgaan. Misschien helemaal, maar dat er een soort van wisseling in zit, hè? Dat het soms meer is dan het andere moment. Wat bedoelde je? Dat is ook een beetje het voor mij voelt het wel echt zo dat het pas dan weer weggaat als ik ernaar heb gehandeld. Dat is mooi kut. Helaas. Lotte, in de chat vraagt iemand, als je dan belt naar 113, wat moet er dan echt tegen je gezegd worden? Wat is dan voor jou belangrijk? Voor mij is het belangrijk dat ik merk dat de ander de tijd heeft. Dat vind ik echt heel fijn aan 113. Wat nog meer? Wat voor mij belangrijk is dat er... ik heb vaak het idee dat er geen aanleiding is. Maar vaak is er toch wel een soort van... aanleiding. Dus het helpt wel om mij weer te gaan oriënteren in waar ben je, wat is er deze week gebeurd. En dan op de een of andere manier word ik vaak al wat rustiger, omdat ik dan kan bedenken van oké, er zijn wel dingen gebeurd, waardoor deze kant nu sterker is. Dat is uit mijn hoofd wat mij helpt. Maar ik moet zeggen dat ik wel een tijd niet meer naar 113 heb gebeld. Waarom niet? Ik hoop dat dat wel een positieve reden is. Dat is voor mij een positieve reden. Omdat ik een heel goede samenwerking nu heb met de crisisdienst. En omdat ik nu dus therapie heb voor die verschillende kanten. En dat is gewoon best wel specifiek. Dus dan was het soms een beetje moeilijk met 113. Omdat het gewoon best wel anders is, denk ik. Of zo. En de vraag dus van wat helpt jou als je suïcidaal bent, dus dat mensen ook wat meer uitvragen van ja, wat is er nu deze week gebeurd en wat kan er achter zitten dat je je nu zo voelt? Ja. Okay. En wat mij niet helpt is, en wat toch denk ik best wel menselijk is, mensen gaan best wel snel adviezen geven van ja, weet je, neem een glaasje water, ga onder de douche en dan wordt iets in mij dus echt woedend. Want dan is het echt van ja, ik wil dood. Denk je echt dat dat mij gaat helpen? Terwijl heel vaak als ik eerst een rustig gesprek heb gehad en dan zegt iemand dat, dan vind ik het heel fijn. Maar als er meteen dat soort praktische tips worden gegeven, kan ik best wel boos worden. En dan kan het juist, zeg maar, contraproductief werken. Ik denk dat Ed dat wel snapt. Als teamleider van 113 ja. Hulp. Kan jij iets vertellen? Wat is helpend, hè? Dat is sowieso is dat heel persoonlijk. En ik heb natuurlijk zelf geen zelfmoordgedachten gehad. Ik ben niet suïcidaal geweest. Ik heb natuurlijk wel heel veel mensen gesproken, ook bij 113, ook in de GGZ, die met zelfmoordgedachten worstelden. Als je bij 113 kijkt, dat zijn we hebben gemiddeld, nu zitten we op zo'n 500 contacten per dag. Dus dat is best veel. Dus dan haal je ook heel veel informatie op. Ik heb ook gesprekken gehad met mijn dochter, van wat was voor haar helpend, wat niet. En het sluit heel erg aan bij wat Charlotte zegt. Hè? Probeer vooral niet te oordelen of een oordeel te hebben over waarom iemand suïcidaal is. Of ga geen oplossingen aandragen. Hè? Een soort primaire reactie is heel vaak van ja, maar er is nog zoveel moois. En dat is zeker niet helpend. Probeer vooral te luisteren en vragen te stellen over hoe het voor de ander is. Durf ook te vragen naar eventuele zelfmoordgedachten en hoe die eruit zien. Vermijd die dat onderwerp niet. Vraag of je een plan had. Het is vooral een opluchting dat je daarover mag praten met iemand. Omdat, ja, dat is toch een ingewikkeld onderwerp. Het is fijn als iemand anders daarover begint en je daar je hart over kunt luchten. Wat vaak al de gedachten ordent, wel heel erg aansluit bij wat Charlotte zegt ook. Op het moment dat de gedachten geordend zijn, je bent hier wat rustiger, dan kun je ook vaak wat beter daarna reflecteren over maar wat heeft me nu zo paniekerig gemaakt, zo onrustig, of dat die gedachten zijn toegenomen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je als vader of zeg maar naaste, als er iemand is van wie je heel veel houdt, dat je dan toch alles wil doen om te voorkomen dat. En dat je dan niet enkel kan praten. Nou ja, dat moet je ook wel leren. Hè? Kijk, ik zeg altijd, als je er heel persoonlijk bij betrokken bent, en dat ben je natuurlijk meer als dat je eigen kind is, als dat je hulpverlener bent. Dat is nou helemaal zo.
ik noem het altijd een beetje, dan reageer je in eerste instantie vanuit je reptiele brein, waarbij je help en dingen wilt overnemen. Terwijl ja, ik uiteindelijk ervaren heb dat dat zeker niet helpend is. En dan creëer je echt maar alleen maar een afstand. Want dan gaat iemand het ook niet meer vertellen. Iemand gaat niet meer open zijn over hoe zwaar die het heeft. Als jij dan meteen in de hulpverlenersmodus schiet. Terwijl als je naast iemand gaat staan en vooral vraagt, hoe is dat dan voor jou? Leg eens uit. Het gaat heel erg over echt contact maken met iemand. Ja, als ik er nog aan mag toevoegen, dat contact maken, dat gaat dus ook heel erg over jezelf, over de persoon die de hulp biedt. Want als je echt contact wil maken, ja, dan moet je dus ook proberen te doorvoelen enigszins hoe dat dan is om suicidaal te zijn. Dus het kan ook best beangstigend zijn voor de persoon in kwestie. En het gaat dus ook over jezelf, over jouw eigen gedachten over de dood en het leven en de eindigheid. Dat is een confronterend onderwerp. Maar ik denk dat het juist heel belangrijk is om je om te proberen je iets voor te stellen bij wat die persoon tegenover jou doormaakt. Dus probeer je er toch in te verplaatsen. We hebben in onze samenleving de dood heel erg op afstand gezet. Maar de dood is overal. En het zou denk ik goed zijn om er op een wat normalere en soms ook luchtige manier over te praten. Ja. Ja, daarover wou ik heel graag, want ik zag net in de chat wat opmerkingen ook over zelfmoord, zelfdoding en welke termen. Dat is misschien ook, we zullen vaker misschien nog iets zeggen waarvan iemand dan denkt, oh, dat zou ik heel anders genoemd willen. We proberen natuurlijk allemaal heel goed op te letten, maar dat is denk ik ook omdat we er op een normale manier met elkaar over, op een luchtigere manier ook met elkaar over willen praten. Ik heb dat in ieder geval dacht, dat moet ik nog even zeggen. Ja, misschien nog wel heel kort hoor. Interessant vraagje, dat vroeg ik mij ook eerder af. Waarom 113 het toch consequent heeft over zelfmoord. Het zit in ieder geval in jullie naam. Ja, er is een reden voor. En dat is omdat de meeste mensen die suïcidaal zijn en online zeg maar, gaan zoeken naar of methodes of hulpverlening, dat zij zelf juist de term zelfmoord gebruiken. Dus daarom vinden wij het belangrijk omdat je dan in ieder geval zo snel mogelijk vindbaar bent voor mensen die hulp zoeken. Ja. En ik als journalist probeer die term toch zoveel mogelijk te vermijden. Dat ik weet dat het heel gevoelig kan liggen bij met name nabestaanden. Vanwege het woord moord. Dus suïcide of zelfdoding probeer ik dan zoveel mogelijk te gebruiken. Maar het zit zo in onze samenleving verankerd, dat woord zelfmoord. Dus ik betrap mezelf er ook nog wel eens op, omdat ik dat toch gebruik. Nou, het is vooral heel functioneel hè, ook. Want het is, wij passen het ook wel aan als wij contact hebben met nabestaanden, dan weten we ook dat die term heel gevoelig is. Hè? Dus dan gaat het ook over zelfdoding. Het gaat ook de term zelfmoord is in zin ook heel, in een heel praktische zin gekozen, juist voor de vindbaarheid. Maar we proberen juist ook heel erg de taal te gebruiken die niet afschrikt of die juist voor begrip zorgt. Taal is in die zin ook gewoon heel erg belangrijk om goed aan te kunnen sluiten bij elkaar. Zullen we nu doorgaan naar eigenlijk het thema van deze webinar? Want het is super interessant, maar ik denk dat dat wel goed is, want anders komen we straks een beetje in tijdnood. De invloed van journalistieke media op suïcide en suïcidecijfers. Nou, de laatste tijd zien we wel veel positieve ontwikkelingen. Eigenlijk is er sinds de jaren 90 meer aandacht voor suïcidaliteit en ook suïcidaliteit in de media. Daardoor hebben de VN en de World Health Organization hebben daarvoor een plan opgesteld van wat moeten we hiermee. En daar zaten er ook richtlijnen in voor media professionals. Nou, die richtlijnen zijn in 2012 overgenomen door zo'n 25 landen, waaronder ook Nederland. En het Trimbos Instituut en 113 zelfmoordpreventie hebben dat zeg maar specifiek voor Nederland weer aangepast, zodat het ook bij ons land helemaal past. Waarom was dat nou nodig? Nou, omdat er meer dan 50 onderzoeken gedaan zijn waaruit bleek dat media berichtgeving over suïcidaliteit in de media een negatief effect kan hebben op het aantal suïcides. En een negatief effect bedoel ik dat het aantal suïcides stijgt. Zoals er bijvoorbeeld een uitgebreid aandacht voor de suïcide van Robin Williams. En daarna was te zien dat er ongeveer een stijging was van 10% van het aantal suïcides. En ook de gebruikte methode die uitgebreid werd besproken in de media werd vaker gebruikt.
Dat wordt ook wel het Werther-effect genoemd en ook wel copycat-effect, misschien nog bekender voor mensen. Gelukkig kan media ook een positieve effect hebben op het aantal suïcides. En dat wordt ook wel het Papageno-effect genoemd. En dan gaat het vooral om verhalen van hoop, om het laten zien dat praten over suïcide helpt, het verwijzen naar de juiste hulpverlening. Goed, wat ik dan bedoel met positieve ontwikkelingen is dat we zien eigenlijk dat de laatste paar jaren steeds meer grote journalistieke media die de richtlijnen die er zijn gesteld, dat ze zich daar steeds meer aan houden. Dat ze vaker contact zoeken met 113 om te overleggen van ja, we willen dit en dit graag maken, we willen een documentaire maken, we willen een radio-uitzending, een podcast maken. Hoe kunnen we dat op een zo veilig mogelijke manier doen? Nou ja, niet alleen vanuit die kant, maar ook 113 zoekt actief contact met redacties. We checken iedere dag eigenlijk het nieuws. En op het moment dat wij denken van, nou, er is iets niet veilig of dit kan op een betere manier beschreven worden, dan zoeken we contact met zo'n redactie. En meestal gaat het allemaal best wel goed. Dus in die zin is dat echt een hele positieve ontwikkeling. Nou ja, wat die richtlijnen nou zijn en waarom die er zijn en wat voorbeelden, daar denk ik dat de beste die daar wat over kan zeggen Maarten is. En wellicht kan Saskia het af en toe toelichten met een iets wat blijkt uit onderzoek of een voorbeeld. Ik zal deze richtlijnen nu, in ieder geval de eerste 6, even voor in beeld doen. Maarten. Ja. Ik vind het als journalist heel belangrijk om op een verantwoorde manier te berichten over dit onderwerp. Maar daar hoort wel een disclaimer bij, vind ik. En dat is dat ik als journalist natuurlijk geen verlengstuk ben van 113 of word betaald door 113. Uiteindelijk ben ik journalist en dus onafhankelijk. Maar dat laat natuurlijk onverlet dat je verantwoordelijkheid hebt. En die wil ik ook niet alleen als journalist, maar ook als mens natuurlijk nemen. Dus ik win heel graag informatie in over wat wijs is, maar uiteindelijk ben je als journalist zelf degene die natuurlijk de keuzes daarin maakt. Ik vind het overigens wel heel goed dat 113 er zo bovenop zit, want vaak denk ik dat journalisten zich gewoon ook niet bewust zijn van wat ze publiceren en het effect wat daar vanuit kan gaan. Dus volgens mij is het alleen maar goed om daar journalisten op te wijzen. Ik denk dat ook de afgelopen jaren inderdaad veel is bereikt op dat gebied. Ik ben dus zelf podcastmaker. Ik heb de podcast Verstrikt gemaakt. Dat deed ik voor Omroep Gelderland. En voor die podcast ben ik toen ook, dat was een van mijn eerste opnames, ben ik naar 113 gegaan om een gesprek te hebben over wat nou wijsheid was. Hoe kan ik het beste dit aanpakken, was mijn vraag. Waar moet ik rekening mee houden? Wat moet ik vooral wel doen en wat moet ik vooral niet doen? Nou, toen werd ook gezegd, noem liever geen methodes. Want ook al zijn sommige methodes overbekend, het kan toch net die ene trigger zijn waardoor iemand toch het gaat doen. Dus daar heb ik ook wel veel werk van gehad, want mensen die ik sprak voor de podcast, die waren toch wel gewend om wel gewoon over methodes te praten. En dat liet ik ze ook doen, omdat ik het vervelend vond om ze te moeten onderbreken. Maar dat heb ik in de montage zoveel mogelijk proberen uit te slopen. En dat is gelukkig gelukt. En dan merk je ook dat je dat als luisteraar ook helemaal niet mist of zo. Als journalist kan je misschien geneigd zijn om te denken, nee, die methodes moet ik noemen, want dat is een belangrijk onderdeel van het verhaal. Zo maak je het concreet en expliciet. Maar ik denk dat het vooral, wat mij betreft, zou moeten draaien om de motieven van iemand om het te doen, om het gevoel dat iemand heeft daarbij, om over wat iemand ertoe bracht om dit te doen. En ook vooral over hoe die persoon erop terugkijkt. Dus methodes noemen, dat doe ik dus niet in mijn publicaties. Niet romantiseren, dat is ook een hele belangrijke. Dat zie je ook wel eens in films of in series gebeuren, dat zelfdoding toch heel erg in een sfeer van iets moois wordt neergezet, alsof het de enige of misschien wel juist de juiste keuze is op zo'n moment.
Ik denk dat je het als journalist juist ook, dat hoort ook bij het vak, dat je het toch ook probeert wat afstandelijk te beschouwen en in een context probeert te zetten. Door ook bijvoorbeeld deskundigen aan het woord te laten van 113 of andere professionals. En ik denk dat om daar een voorbeeld bij te geven was toen bij het overlijden van Joost Vagemans. Dat toen ook 113 is toen ook proactief geweest en heeft toen ook De Wereld Draait Door gebeld. En hoe het toen nabesproken is, hè, ook met Jessica Duurlacher en andere vrienden van Joost Vagemann. Toen is meer besproken als van, ja, dat ze hem echt daarom, nou ja, dat ze beschreef, het was een soort kortsluiting in zijn hoofd. En hij zou er nu ook op terugkijken dat hij het liever niet had gedaan. Dus toen is het niet heel erg geromantiseerd van, hij kon niet anders gezien zijn leven. Nee. Wat ik best lastig vond toen ik werkte aan de podcast Verstrikt, als je met nabestaanden spreekt. Nabestaanden is mijn ervaring. Zeggen wel geregeld, ja, het was de enige mogelijkheid nog voor mijn zoon of dochter of partner. En dat is een mening of een opvatting die je natuurlijk hebt te respecteren. Ik heb daar ook wel eens, dat vond ik heel spannend, maar toch dieper over op doorgevraagd. In een gesprek met een vader die zijn zoon was verloren. En ook met de moeder. En die zeiden ook allebei, ja, door dit te zeggen maken we het voor onszelf misschien ook iets makkelijker. Om het de plek te geven. Hè, door te zeggen, hij kon niet anders. Ja. Dus het bleek ook wel dat zij zich daar ook wel van bewust zijn dat misschien niet de waarheid of volledige waarheid is, maar het kan een manier zijn om het een plek te geven. Maar als journalist vind ik het heel belangrijk om toch die afstand te houden toch ook niet te veel mee te gaan in de emotie. En dat is wat anders dan dat je er natuurlijk een afstandelijk of hard of zakelijk verhaal van maakt. En daarover kan je natuurlijk ook nog bedenken dat het misschien ook makkelijker is. Want ik merk dat ook hulpverleners dit ook kunnen hebben. Hè? Van nou, het is misschien maar beter of zo. Hè? Dat soort uitspraken. Dat het misschien ook makkelijker te bedenken is dat het misschien maar beter was. Dan dat je erover na gaat denken wat anders dan had gemoeten. Dat is veel moeilijker omdat je dat antwoord eigenlijk niet hebt. Ja, dus het is ook menselijk denk ik om er op die manier achteraf over te gaan denken. En soms ook in aanloop naar zo'n situatie waarin je ziet dat er heel veel pogingen zijn en je eigenlijk raadloos ook als hulpverlener of als ouder wordt. Hè, van ik weet niet meer hoe ik mijn kind of mijn oom of mijn familielid kan helpen. Dan snap ik ook heel goed dat je denkt van nou, misschien is het dan maar toch inderdaad, heeft diegene toch gelijk, is dat de beste oplossing. En dat is denk ik de ingewikkeldheid. Dat is zeker de ingewikkeldheid. En ik denk ook, dat vind ik nog wel een belangrijke toevoeging, dat er ook toch situaties zijn waarin het wel de beste oplossing lijkt te zijn geweest. Dat zeg ik heel omslachtig, want je weet het nooit zeker. Maar er zijn situaties voorstelbaar waarin iemand gewoon echt geen perspectief meer heeft. Hè? Iemand die al alles tussen aanhalingstekens heeft geprobeerd, bij wie dat allemaal niet uitwerkt. In dat soort gevallen kan ik me voorstellen dat iemand toch een einde aan zijn of haar leven maakt. En ik vind dat alsnog dan ontzettend verdrietig, omdat zelfdoding een hele eenzame en vaak ook pijnlijke dood is en ontzettend veel impact heeft op de nabestaanden. Maar ik wil het wel benoemen, omdat ik het belangrijk vind dat je mensen die al zoveel hebben geprobeerd, hè, om hun leven gezonder te krijgen, bij wie dat niet lukt, daar moet je ook oog voor hebben, vind ik. Daar moeten we nu niet aan voorbij gaan. Dus daar moet ook zeker hulp voor blijven. Maar ik pleit dan heel erg voor humanitaire, humane hulp bij zelfdoding. Mag ik daar iets op aanvullen, Maarten? Dat is natuurlijk ook wel mensen die we in de lijn tegenkomen. Hè? Je kunt ook hele mooie gesprekken hebben met mensen die heel vastberaden zijn en vrede hebben met het feit dat ze niet meer willen leven. En wat we vooral ook bij 113 proberen uit te dragen is, we willen gewoon niet dat iemand eenzaam en radeloos komt te overlijden door zelfmoord of zelfdoding.
Dus dat kan ook op een gegeven moment als iemand zoveel doorlopen heeft en zoveel heeft meegemaakt en die keuze heel bewust maakt, kan het bijvoorbeeld ook via een euthanasietraject of met een goede begeleiding, waarin dat waardig en naar iemands eigen inzicht gebeurt, in plaats van dat iemand dat in anonimiteit en eenzaam en raadloos in paniek doet. Dus ik sluit zeker aan bij wat je zegt. Ja, en ja, heel bewust die keuze maken. Goed, hoe bewust is zo iemand dan? Dat, ik ben blij dat ik niet in de schoenen sta van de hulpverlener dan. Want dat blijft natuurlijk een hele lastige. Nog heel even terug te gaan naar de richtlijnen. Saskia, zou jij nog iets kunnen zeggen over wat nou eigenlijk het risico is van bijvoorbeeld bekende personen extra duidelijk aandacht geven van best wel pittige krantenkoppen, het in detail beschrijven? Ik bedoel, er is flink veel onderzoek naar gedaan, maar jij kan daar misschien nog iets meer over zeggen. Ja, het is precies zoals jij zei, hè? Dus het herhaaldelijk rapporteren dus over vaak bij bekende personen, hè, waarmee mensen kunnen identificeren, dus een acteur, popster of een bekende schrijver, en dan ook expliciet de methode benoemen en dat, dus heel veel aandacht ervoor en op een sensationele manier, ja. Daarvan is wel gevonden, je gaf ook al een goed voorbeeld van Robin Williams, dat dat kan samenhangen met een toename van het aantal zelfdodingen. En een ander voorbeeld is in Duitsland bijvoorbeeld, toen daar ook een keeper overleed, waar het ook op dezelfde manier zo in het nieuws werd gebracht. En daar was ook die samenhang te zien. Ja. Het moet vooral wel gaan over bestaande personen of niet, want als we kijken naar de best wel omstreden serie 30 Reasons Why. Daar is nogal discussie over. Dus er was een studie die vond wel een samenhang. Maar opvallend was dat de toename toen bij het aantal zelfdodingen was eigenlijk vond plaats voor de release van die serie. En ook niet in de methode die ook in die serie werd uitgezonden. En wij hebben in ons jongerenonderzoek daar ook niet echt aanwijzingen voor gevonden. We hebben het ook wel uitgevraagd bij nabestaanden. Van, keek iemand die serie of hoeveel indruk maakte het? En dat bleek ook bij jongeren die zelf ook erg worstelden met suicidaliteit. En al langer die zeiden van, ik heb al zoveel meegemaakt. Echt zo'n Amerikaanse gekapt personage. Of die vonden, maakte niet echt veel indruk. Neem niet weg dat het natuurlijk wel gevaarlijk kan zijn als je het expliciet in beeld brengt. Oké. En Charlotte, vertel. Ja, ik zie die chat zo'n beetje rechts in mijn beeld voorbij komen. Ik zie dat heel veel mensen dus nou heel erg struikelen over het. Het gaat over die methode, of we dat wel of niet bespreken. Volgens mij is het standpunt dat we dat niet in landelijke media bespreken, maar bijvoorbeeld in nabestaande groepen of andere plekken waar je echt over iemand napraat, is het natuurlijk heel anders om een methode te bespreken. Hè? Of iemand van de kindertelefoon zei, mag ik het al dan niet over hebben met die jongeren die mij bellen? Dus ik denk dat dat wel misschien een nuance is die we moeten maken. Ja, het hangt er denk ik erg vanaf of je weet wie je publiek is. Ja. Maar toch kan het ook wel gevaarlijk zijn, hoor. Want ook in ons jongerenonderzoek vertelden ouders dat ook, hè. Dat ze het op een bepaalde manier deden. En dat ze, hoe weet diegene dat? Dat moet hij van anderen hebben gehoord of opgezocht hebben. Dus ik denk dat het altijd heel belangrijk is om alert te zijn op het besmettingsgevaar. Nee, absoluut. Ik bedoel zeker ook dat als het ingebracht wordt door iemand, dat het dan ook niet een taboe moet worden om het erover te hebben. Dat is denk ik wat ik bedoel te zeggen. Nee, juist niet. Als iemand zegt, ik wil uit het leven stappen, dan moet je juist denk ik vragen, als je werkt voor de kindertelefoon, heb je dan al een idee over hoe je dat wil doen? Ja, zeker. Het moet niks taboe zijn. Ja, nee, het is echt puur dat het nu gaat over gewoon de landelijke, de grote media, gewoon van dat daar echt methodes in genoemd worden en vaak ook echt specifiek gekoppeld aan een persoon, waardoor je dus met die persoon kan identificeren of het meer, of je iemand staat heel erg hoog voor je, omdat het een BN'er is en dat je dan zoiets hebt van, maar als die persoon dat mag of waarom ik dan niet? En misschien is dat wel een goede methode, zeg maar. Dus het is meer echt die invloed. Het is niet gewoon het bespreken van met elkaar. Alhoewel je natuurlijk wel ook wel moet oppassen, echt als het gaat om groepen, dat je dan wel weer moet oppassen met het bespreken van methodes. Want je weet nooit wat dat teweeg brengt binnen een groep.
Maar ik denk dat het ook nog wel mooi is om hier Charlotte even aan het woord te laten. Van wat is de invloed op jou als je kijkt naar artikelen in de krant, series op Netflix, tv? Nou, ik heb er zelf vooral moeite mee als je zeg maar... vooral dat met bekende personen, als er dan een methode wordt genoemd. Omdat ik me ook echt nog heel levendig 2 keer kan herinneren waarop dus bij iemand de methode werd genoemd. En dat mij dat echt heeft beïnvloed, zeg maar. En dat ging inderdaad over... bij Joost Zwageman was het meer gewoon dat hij dood was. Dat me heel erg beïnvloedde. Maar bij 2 andere mensen en 1 iemand in de wereld draait door, dan beschreven ze ook echt... die had het wel overleefd, maar ze beschreven wel echt de plek waar hij het had geprobeerd. En dat is dan zo concreet. En dat krijg je dan... Dat blijft altijd toch in je hoofd hangen of zo. En hoe komt het dan dat het dan in je hoofd blijft hangen, terwijl het waarschijnlijk voor jou geen nieuwe methode was? Dat is een goede vraag. Ik denk... ik denk omdat... Ja. Kon jij je identificeren met die persoon? Ja, met die persoon wel echt heel erg. Mm. Maar ik denk ook gewoon omdat... Ja. Oké, dit klinkt echt heel dom, maar er zijn zoveel methodes. En als je suïcidaal bent, dan denk je niet meer echt super rationeel of zo. Dus misschien dat dan, zeg maar, de methode die op zo'n andere manier binnen is gekomen, dat die dan de overhand houdt of zo. Ik denk dat dat het misschien is. Ja. En ik weet nog, iets anders was in Amerikaanse media dat iemand... dat iemand dood was gegaan en dat het gewoon echt zo specifiek stond beschreven. Dat zeg maar, ik weet natuurlijk wel veel over methodes, maar het wordt nooit echt vaak zo helemaal specifiek beschreven of zo. En al helemaal niet, ja, als een bekend iemand net dood is, dan zit er ook zo'n soort iets omheen van... Het was een heel mooi... Het zijn vaak ook... Ja, ik denk inderdaad mensen waarmee je dan wel kan identificeren. Mensen met veel aanzien en zo. Dus ik denk dat het moeilijker maakt. Ja, en zoiets van The Reasons Why? Nou, dat had ik dus... Ik heb dat bewust niet gekeken. Okay. Maar wat ik er daar het moeilijkste aan vind, is dat het... überhaupt de titel al zegt dat er redenen zijn, aanwijsbare redenen, waarom iemand een poging doet. En terwijl dat is voor mij altijd het moeilijkste geweest. Er is niet 1 ding aan te wijzen. Je kan niet 1 ding de schuld daarvan geven. En ik wil ook niet dat mensen, zeg maar, stel je voor dat iemand mij dan heeft gesproken en dan een week later gaat het heel slecht, dat iemand dan het idee krijgt dat het daardoor komt. Dus daar was ik vooral heel erg boos over, dat gewoon zo'n serie zo'n naam krijgt. En kijk, natuurlijk, volgens mij, het gaat over pesten, toch? Ja, natuurlijk is pesten niet goed, maar dan is dat niet een reden om mensen die iemand pesten de schuld te geven van iemand zijn zelfdoding. Nee, er spelen altijd meer factoren, bedoel je? Ja, het is gewoon nooit iemand zijn schuld. Gewoon nooit. Ja, dat is wel belangrijk, denk ik, ja. Ik ga even terug naar het scherm. Ik denk, is er nog iemand van ons die iets wil zeggen over de invloed van op de, zeg maar, van journalistieke media? Of kunnen we verder naar de sociale media? Nou ja, ik denk als naaste wel, of als je iemand dichtbij je hebt staan. Ik merk wel aan mezelf, als er het onderwerp suïcide of een bekend iemand die zich suïcideert, dat je super alert bent. Dat je als het ware een soort van getriggerd bent van, hoe reageert, in dit in mijn geval dan mijn dochter, hoe reageert zij daarop? Hmm. Dus je bent heel erg geneigd dan om daar te checken van, goh, heb je het meegekregen? Hoe is dat voor jou? Etcetera. Dat op de een of andere manier blijft dat wel. Omdat je dat, je maakt je toch altijd zorgen. Ja. Ja, hierover kan ik zeggen dat zeker ouders van jongeren, dus dat is super ingewikkeld, omdat Het denken over dood willen en het denken en misschien doen van pogingen, dat gaat natuurlijk over zoiets, hè, zoals als Charlotte al zei, zoiets groot.
Kijk, ouders willen alleen maar dat hun kind heel gelukkig wordt en groot wordt. Dat willen onderaan de streep alle ouders. En als je kind dan zo ontzettend slecht voelt, dat het alleen nog maar dat is, doet ook wat in de vertrouwensrelatie tussen een kind en de ouders. Je moet ook, als daar pogingen dat geeft ook heel veel stress op die relatie. Dus ik kan me heel goed voorstellen, zoals Ed dat dan zegt, dat je dan denkt, ja, alles wat nu gebeurt, ik weet niet hoe ze gaat reageren. Want ik dacht dat ik wist hoe zij was, maar opeens is er iets waarvan ik niet had verwacht dat het er was. En het neemt ontzettend grote plekken in. Nou ja, je hebt een soort paranoia. Is er iets anders? Ja. Een soort paranoia of achterdocht die je niet wil hebben, maar die zit ergens in je en die knaagt. Ja. En dat gaat ook niet weg. En dat wil je niet laten merken, omdat je dan bang bent dat ze dan niet open durft te zijn. Maar het zit er wel altijd. Ja. Dus dat is, en dat, ja, dat is dan dat emotionele stuk wat erin zit. Terwijl je rationeel wel gegroeid bent in wat helpend is en wat je wilt doen. Maar die achterdocht die zit er altijd. Van, goh, wat doet het met haar? Moet ik iets? Enzovoort. Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om daar dan misschien iets over te zeggen, maar niet op een soort van geheime manier iemand te gaan controleren of zo. Want ik heb dat in ieder geval als best wel naar ervaren. Nee, terwijl ik het heel erg begrijp. Ik begrijp het supergoed dat je wil weten wat er gaande is. Maar dan ontstaat er juist, denk ik, een soort van dat je het nog meer geheim gaat houden. Nou, wat men, bijvoorbeeld, hè, om een voorbeeld te noemen, want dat is ook een ontwikkeling die je doormaakt. Wat ik na de laatste poging wat heel erg geholpen heeft, is dat ik mijn eigen gevoel ben gaan uitleggen. Ik heb geen zelfmoordgedachten, maar ik heb gevoelens van boosheid, van verdriet, ook wel van frustratie. En dan zijn we die gaan bespreken. En dat was ook wel een soort eye-opener, omdat je verwacht eigenlijk van, in dit geval dan mijn dochter, dat ze heel open is. Terwijl zij mij eigenlijk verweet van, ja, maar ben jij wel zo open over wat het met jou doet? En het was eigenlijk een soort van, ik moet sterk zijn, terwijl ik heb daar ook gevoelens bij. En ook dat zorgt juist weer voor heel veel verbinding. Dus dat, dat is ook iets wat je gaandeweg moet gaan ontdekken. Maar dat is ook waar behandeling bij jongens is dat ook meestal zich focust. Dit stukje wat jij nu zegt, hè, elkaar weer leren vertrouwen. En dit soort dingen bespreekbaar maken met elkaar. Want het gaat over iets zo groot. En je hebt ontzettend veel belang bij alle partijen. Dus het is heel goed ingewikkeld. Als ik nog één ding mag zeggen over de journalistiek. Ja. Ik heb gemerkt dat de mensen die ik heb geïnterviewd, dat die het heel fijn vonden om hun verhaal kwijt te kunnen. Dus zullen vast ook journalisten kijken, andere journalisten kijken. Ben je daar ook van bewust dat je ook op die manier iets van voor mensen kan betekenen? En tegelijkertijd is het ook belangrijk om mensen die je in je verhaal betrekt, om die niet direct weer los te laten nadat jij je verhaal hebt gemaakt, wanneer jij nadat jij de informatie hebt gehaald. Dus hou contact met de mensen die je hebt gesproken, die je hebt geïnterviewd, met nabestaanden of suïcidale mensen. Want dan kan ook veel op mensen afkomen als ze met hun verhaal in de media verschijnen. Dus probeer daar ook bewust mee om te gaan. Probeer mensen ook probeer een luisterend oor ook te bieden, ook dan. Je bent geen hulpverlener, maar wees wel betrokken. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En tot slot, ik zag nog iets in de chat over wat als een BN'er vertelt over een suïcidepoging en die daar met een slecht gevoel op terugkijkt. Iemand die op tijd hulp heeft gezocht. Zo'n verhaal, is dat wel helpend? Ja, dat denk ik zeker. Dat is ook een van de redenen dat ik zelf in mijn podcast Verstrikt ook over mijn eigen suïcidaliteit spreek. Ook met mijn ouders en met verschillende professionals. Dat vond ik zelf ook een heel indrukwekkend fragment in jouw podcast, dat je het zo bespreekt met je ouders. Met mijn ouders, ja. Ja, ja. Nou ja, jullie hadden het net over hoe het dan als ouder is om met je kind te praten. En toen dacht ik, goh ja, eigenlijk zou iedereen een beetje meer journalist moeten zijn. In die zin van blijf open vragen stellen. Dus vraag niet, het gaat goed met je, hè? Maar hoe gaat het met je vandaag? Toon die interesse die een goede journalist ook toont. Dat is denk ik heel belangrijk. En dan is het cirkeltje weer rond, volgens mij.
Dan gaan we nu door naar de sociale media. Dat is natuurlijk bekend, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, LinkedIn zelfs en YouTube. Die staat er niet bij als icoontje, maar dat hoort er natuurlijk bij. Social influencers zijn de nieuwe BN'ers. We gaan het heel even hebben over onderzoek, wat er al gedaan is, zeg maar, naar de invloed van praten over suïcidaliteit, maar ook andere dingen zoals zelfbeschadiging en eetstoornisproblematiek in de sociale media. Hoe dat nou eigenlijk, eigenlijk al wordt gebruikt of juist niet gebruikt of bekend is in de behandelpraktijk. Als het gaat om behandeling van bepaalde problematiek en mensen die ook actief zijn op social media. En uiteraard de ervaring. Wat leert de ervaring? Ik heb een eerste overzichtje gemaakt van manieren waarop social media positief kan werken. Want het heeft kansen, maar het heeft ook veel risico's. Kansen heeft het door, als je kijkt bijvoorbeeld naar al deze voorbeelden, dat het mensen elkaar kunnen steunen, dat het kan zorgen voor het doorbreken van taboes. Dat er herkenning is, erkenning is, dat mensen elkaar vinden en elkaar samen ergens voor kunnen gaan op het gebied van herstel. Misschien kan Saskia daar iets meer over zeggen op basis van onderzoek. Ja, dat hebben wij ook teruggezien in het jongerenonderzoek. Daar hebben we ook met vrienden gesproken van de jongeren die waren overleden, met ouders, leerkrachten en hulpverleners. En daar bleek het ook dat sociale media een hele belangrijke rol speelden in het leven van de jongeren. Juist om elkaar te steunen en ook met name als jongeren opgenomen waren in de kliniek. En dat je natuurlijk elkaar ook kan helpen, ook als het minder gaat. Dus het is ook wel bekend dat sociale media heel belangrijk is ook voor de ontwikkeling van je identiteit, om vriendschappen te maken, voor de ontspanning. Dus er zitten zeker veel positieve kanten aan. Maar nabestaanden worstelden ook wel vaak met het dilemma, omdat ze ook zagen dat het ook negatieve kanten kon hebben. En dat had er dan meer mee te maken door dat sociale media ook suïcidaal gedrag kan normaliseren. Dus wat ik daarmee bedoel is dat we ook zagen dat jongeren, dat die op verborgen accounts, dat die veel foto's gingen delen van zelfbeschadiging of vooral depressieve, zwaarmoedige gedichten of memes. En op een gegeven moment zijn jongeren zoveel bezig met alleen, zeg maar, negatieve content. Dat een soort suïcidale identiteit ontstaat. Die dan wordt gevoed door de sociale media. Dat ziek zijn, dat zeg maar het enige lijkt te zijn wat je nog bent of wie je nog bent. En dat wordt natuurlijk ook versterkt door algoritmes die er zijn op sociale media. En met name dus dat delen, dus ook zelfbeschadiging of welke zware medicatie gebruik je, dat er een soort competitief gedrag ontstaat. Dus dat is bijna een soort van elkaar aanmoedigen. Dus dat waren ook de negatieve kanten die we gezien hebben. Ja, een beetje wat vroeger veel op websites gebeurde, zoals meer bekende en beruchte pro-anorexia websites. Dat zie je nu eigenlijk allemaal zich verplaatsen naar social media. Toen er nog geen website was, was er natuurlijk ook veel van deze dingen die jongeren doen op internet, en volwassenen ook wel, waren vroeger niet op internet ook bezig, op het schoolplein. Alleen doordat het bereik van internet zoveel groter is, is de invloed ook heel erg veranderd. Dus het zijn eigenlijk thema's die al jaren hetzelfde zijn, maar die door de andere media opeens heel andere impact hebben. Ja, en ik denk ook nu veel laagdrempeliger bereikbaar. Want als ik mij vroeger slecht voelde, dan durfde ik daar met niemand over te praten. Maar ik hoefde maar online te gaan zoeken naar toen nog Canadese websites. En ik kon zo allerlei, zeg maar, negatieve shit vinden waar ik me dan wel mee kon vereenzelvigen. En dat, voor dat internet was dat dan natuurlijk wel een stukje moeilijker. Dan moest je de cure opzetten. Oké, ik ben even benieuwd in hoeverre dit ook eigenlijk al binnen behandeling en behandelinstellingen wordt meegenomen. Want je kan natuurlijk voor je depressie
eetstoornis, suicidaliteit in behandeling zijn. Maar als je tegelijkertijd een Life is Shit account hebt en daarbij 617 volgers die allemaal heel erg geïnteresseerd zijn in self-harm en enzovoort. Hoe gaat dat samen met behandeling, Jeroen? Ja, ingewikkeld. Maar ik denk wat je eerste gedachte is dat je dan, en dat zeggen ouders en mensen die dan op zo'n kliniek komen, zeggen al, ja, je moet telefoons afnemen of geen internet en zo. Maar ik denk dat dat niet de weg is die we zouden moeten gaan, omdat het nou eenmaal onderdeel is van de wereld zoals die nu in elkaar steekt. Ja. Dus wat we eigenlijk hetzelfde doen als dat wanneer je vroeger andere dingen deed die niet zo gezond voor je waren, dat je daar dan het gesprek over probeert aan te gaan. Het lastige wel is dat dit wel gedrag is wat je dus ook heel goed, heel erg verborgen kan houden voor heel veel mensen. Dus ook hulpverleners weten het soms niet. En daar is ook wel het probleem dat hulpverleners over het algemeen mensen zijn die school hebben gedaan en een opleiding hebben gehad. En daarmee dus gauw 10, 15 jaar ouder zijn dan degene die, met wie je aan gesprek bent. En zeker voor jongeren, kijk, ik denk kinderen op psychiater, dus ik praat vaak over jongeren, dan... Zeker voor jongeren geldt dat ik snap er echt helemaal niks meer van. En de mensen die bij ons de wifi op de instelling geïnstalleerd hadden ook niet. Want die hadden als wachtwoord gekozen Bas en Adriaan. Nou, gemiddelde tiener weet niet wie Bas en Adriaan is. Dus het is best lastig om altijd up-to-date te blijven. Dus het feit denk ik, dat je bewust bent dat je het niet weet. En dat je er dus naar moet vragen. Is denk ik de eerste stap die we met elkaar moeten zetten. En daar is nog wel wat winst te halen. Ja, want het wordt wel steeds meer onderdeel. Is zoiets een standaard vraag bij intakegesprekken? Ik denk, het zou mooi zijn als dat een standaardvraag wordt. En ik denk dat het veel meer mensen tegenwoordig doen. Maar ik durf ook niet te zeggen dat iedereen dit doet. Ik denk dat dat eigenlijk... Ik zou er wel voor pleiten dat het veel meer de standaard wordt. Omdat het ook gewoon de manier is waar heel veel mensen zich kunnen en durven uiten over hun gevoelens. Het is toch wat anoniemer. Dat is natuurlijk ook de laagdrempeligheid die we bij 1 en 3 hebben. En gewoon direct de vraag stellen. Kun je vertellen wat social media voor jou betekent? En wat voor invloed dat heeft op hoe jij je voelt? Zowel een positieve als een negatieve zin. En ik wil ook nog wel de nadruk leggen ook op de positieve kanten daarvan. Ja. We zien het gaat 9 van de 10 keer gaat het over de gevaren. Terwijl als ik naar mijn dochter kijk, die ontleent heel veel, als je kijkt naar social media, met betrekking tot haar herstel. Ze ontleent veel aan lotgenoten, veel aan ervaringsdeskundigheid. Ze zet zichzelf ook heel graag in met haar eigen ervaringen. En daar ontleent ze ook een soort van status aan, omdat je van je kwetsbaarheid ook juist iets kunt meegeven aan een ander. Dus dat is ook weer een fase in het herstel van iemand. Dus ik denk dat ook... dat belang van de social media, dat we dat ook moeten zien bij het herstel van mensen met zelfmoordgedachten. Ja, en dan is misschien nog wel... Dat ken ik ook heel sterk. Dan is misschien nog wel... Dat is precies waar meer onderzoek naar gedaan zou moeten worden. Want dat is echt nog een gebrek in onderzoek. Dat is nog heel weinig onderzocht, hoe positief dat kan werken juist. Ja, en ik denk ook dat dat heel aanvullend zijn aan behandeling. Ja, want ik denk ook dat dat dus deels komt doordat die mensen die dus ouder zijn, zoals ik ben, je denkt als eerste, het zal wel tegenwerken, maar dat is een soort van het makkelijkste om te denken. En dat inderdaad nu langzaamaan steeds meer inzicht komt dat er ook heel veel preventieve of helpende effecten zijn. En dat, net zoals het leven, waarschijnlijk twee kanten kent. Ja. Anders. Charlotte, zou jij daar iets meer over kunnen zeggen? Want jij bent vrij actief op social media. Wat heeft het voor jou voor positieve en voor negatieve effecten? Ja, klopt. Ik ben nu denk ik sinds 1,5 jaar of zo ben ik echt open over mijn psychische problemen. Dat is natuurlijk een beetje in fases gegaan. Eerst zei ik dan dat ik het had en op een gegeven moment, nou ja, toen ging ik natuurlijk dat protest doen. Dus toen was het wel heel open allemaal. Wat ik er positief aan vind is dat ik enerzijds best wel veel... toch reacties heb gehad dat mensen dezelfde dingen hebben ervaren. Ik heb best wel vaak de gedachte gehad dat het allemaal wel aan mij zal liggen. En dat ik zeg maar de enige ben met sommige problemen. En nou ja, dat is duidelijk niet zo, dus dat is dan wel fijn. Wat ik wel heel moeilijk vind is dat heel veel mensen
dan in nood dingen plaatsen of naar mij sturen. En daarom heb ik nu ook vooral op Instagram gebeurde dat echt heel veel. De laatste maanden ook echt bijna dagelijks berichten van waarom ben jij wel opgenomen en ik niet? En hoe is dat je gelukt? En daar heb ik nu ook echt gewoon als je op mijn profiel komt meteen iets over geplaatst. Als je een hulpvraag hebt, dat ik je dan wel te woord wil staan, maar dat ik je niet kan helpen omdat het met mij ook gewoon niet goed gaat. En dat ik het ook heel onterecht vind dat er te weinig plekken zijn, maar dat ik daar niet meer aan kan doen dan ik al doe. En verder, wat mij het meeste, waarom ik ook doorga met dingen delen, want ik heb ook echt momenten gehad dat ik dacht, waarom doe ik dit, weet je wel? Mensen hoeven dit niet te weten van mij en ik wil ook hierna gewoon, als ik beter ben en ik ga er wel vanuit dat ik wat beter dan ook betekent, dat dat moment gaat komen en dat ik gewoon weer werk ga doen en dat het weer, dat dit een heel klein of geen onderdeel is van mijn leven. Maar wat me nu toch sterkt is dat mensen mij echt dingen sturen van laatst deelde je dat een verpleegkundige tegen jou had gezegd van dood kan altijd nog. En dat vond ik toen super stom klinken, maar laatst toen ik suïcidaal was, toen hielp me dat wel echt. En dan denk ik, dat soort dingen, dat sterkt mij wel. Wat ik aan de andere kant wel zorgelijk vind, en ik heb daar zelf niet zo'n blik op, omdat ik bewust best wel weinig mensen volg met psychische problemen, dat het voor mij heel snel triggert. Maar je kan best wel in een bubbel terechtkomen, waarin het lijkt alsof iedereen psychische problemen heeft, alsof bepaalde dingen normaal zijn, die eigenlijk niet normaal zijn. En wat misschien wel lijkt op een herstelcommunity, maar wat dan vind in mijn ogen toch best wel ongezond gedrag is eigenlijk. En dat is denk ik ook met corona nog sterker, omdat je natuurlijk gewoon minder naar buiten gaat en veel op social media zit. Ik denk dat iedereen meer in zijn eigen bubbel zit nu. En als je bubbel dan bestaat uit mensen met allemaal dezelfde problemen, dan wordt dat best wel versterkt. Dus is het dan belangrijk dat je op een gegeven moment wel echt weer die hele groep mensen achter je laat? Nou ja, kijk, ik heb elke waardevolle contacten opgedaan in de kliniek, maar ik vind zelf het altijd wel, voor mij was zeg maar mijn voet in de buitenwereld, of dat nou mijn studie was of mijn werk, en sowieso al mijn vrienden, dat was altijd heel belangrijk voor mij. En kijk, dat is een luxe die gewoon niet iedereen heeft, want dat is gewoon bij mij geluk geweest. Dat is niet iets wat je waar je voor kan kiezen van ik hou nog contact met mijn oude vrienden. Want soms ben je gewoon zo lang ziek en dan verwatert dat contact. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om je bewust te zijn dat niet iedereen zo ziek is. En ook dat je gewoon moet nadenken van dat het niet op een gegeven moment dat je niet, hoe zeg je dat? Een psychiater die vroeg dit een keer heel mooi aan mij. Van ben je niet bang dat als jij beter wordt, dat het zeg maar dat het afdoet aan je persoonlijkheid? Toen werd ik natuurlijk heel boos op haar, want ik was daar natuurlijk al heel lang over aan het nadenken. En ik dacht, hoe kan je dit van mij denken? Maar ik vind het heel goed dat ze dat heeft gevraagd. Ja. Want je denkt dat dat wel een gevaar is bij veel mensen? Nou ja, dat is gewoon bij mij als ik vooral met Lijm de Zorg hebben we ook een account. En dan volgen we wel eigenlijk alleen maar mensen. Wiens hele Instagram account gaat over herstel bijvoorbeeld. En ik maak me dan best wel zorgen. Omdat ik denk, als jouw hele wereld alleen nog draait om herstel, wat is dan de incentive om uit herstel te komen? Ja. Snap je? Wie ben je zonder dat? Ja. Daarnaast kan je ook nog wel daar iets over zeggen, als in dat veel mensen die last hebben van suicidaliteit, dat vaak al in hun adolescentie rond de 14, 15 jaar, dat daar de klachten beginnen. En dan gaan ze misschien komen zoals veel later bij ons al hulpverleners in beeld, maar dat vaak je omgeving. En in die fase van je leven bedenk je ook wie je bent. Of tenminste, denk je niet natuurlijk, maar dat is een fase waarin je identiteit ontwikkelt. En hoe je je verhoudt tot andere mensen en wat jij belangrijk vindt. Dus als het daar die suïcidaliteit heel erg belangrijk voor jou is, gaat dat ook in je identiteit zitten.
Ja, en kijk, op zich vind ik dat niet zo... Kijk, ik denk dat suïcidaliteit altijd onderdeel zal zijn van mijn leven. Want ik kan me gewoon niet herinneren dat ik het niet ben geweest. En dat is denk ik op zich ook niet een probleem. Alleen het is wel een probleem als je daardoor ook echt altijd suïcidaal blijft. Precies. Ja. Maar dat is dus wel ook iets heel moeilijks om helemaal te overwinnen daarmee. Om het dat echt los te laten. Want het was heel lang wel iets wat heel erg bij jou hoorde. Ja. Even kijken hoor, dan komen we eigenlijk ook bij wat bekendere, beruchte pro-anorexia websites. Ik weet niet of iedereen weet wat het is, maar dat zijn websites waar vooral jongeren bijeenkomen om met elkaar te praten over eetstoornissen. En eigenlijk elkaar veel tips uit te wisselen hoe je beter kan afvallen, hoe je je ouders of anderen voor de gek kan houden. Die pro-anorexia-sites waren in zo'n ruim 10, 12 jaar flink in opkomst. En toen was er ook veel over het verbieden hiervan bij de wet. En daar ga ik eigenlijk heen omdat ik me afvraag in hoeverre we op social media ook iets moeten gaan doen aan verbieden of richtlijnen, zoals ook in de journalistieke media. Nou heb ik zelf 12 jaar geleden geprobeerd om die pro-anorexia websites verboden te krijgen in Nederland. Ik was daar eerst ik vond dat heel belangrijk. Ik vond dat het echt moest. Maar eigenlijk werd al wel snel duidelijk dat dat niet een haalbaar iets is. En ook niet echt een helpend iets is. Sowieso nu met social media is het eigenlijk ook niet meer haalbaar om dingen te verbieden. Want het is overal. En ook website servers zijn overal. Dus je kan iets bij de wet in Nederland verbieden. Maar dan komt het gewoon op een Iraanse server te staan. En dan heb je er niets meer over te zeggen. Wat ik vooral heb geleerd toen is dat het belangrijk is om een alternatief te bieden. Dus blijkbaar is er een behoefte van bij jongeren of bij volwassenen, wat dan ook, die met bepaalde problematiek kampen. Die gaan naar een ongezonde plek met elkaar. Dat helpt, werkt averechts. Dus wat kunnen wij doen om eigenlijk eenzelfde soort iets te bieden, maar dan op een positieve manier? Voorbeeld daarvan is Proud to be Me. Dat noem ik niet toevallig. Dat heb ik zelf opgericht, dus daar ben ik trots op. Maar het is wel gebleken dat dat werkt. Dat heeft ongeveer 200.000 bezoekers per maand. En je ziet ook echt helemaal in het begin dat er heel veel mensen overstapten van die pro-anorexia websites naar een positieve pro-recovery gemeenschap. Maar goed, dan komen we bij richtlijnen. Moeten we wel of niet gaan werken met richtlijnen op social media? Waar ligt überhaupt de verantwoordelijkheid? En kansen voor preventie. Ik denk dat we daar allemaal wel iets over kunnen zeggen. Maar misschien in eerste instantie Maarten, als het gaat om richtlijnen, omdat die natuurlijk helemaal de richtlijnen in de gewone journalistiek gewend is. Wat hij denkt over richtlijnen op social media. Volgens mij had Saskia daar ook wel iets over te zeggen. Ze hebben de vraag, voor wie zijn die richtlijnen dan? Hè? Voor de beheerders van die social media, dus de eigenaren, of voor de gebruikers, of voor allebei? Richtlijnen voor de gebruikers, ja. Het lijkt me mooi hoor, om mensen het mee te geven. Van gewoon let hier en hier op. Als je bijvoorbeeld een account aanmaakt, dat je dat dan meekrijgt. Of dat je in moet stemmen met voorwaarden. Maar wie leest die voorwaarden? Ik bijna nooit. Dus dat vind ik een hele lastige. Ik zie dan voornamelijk een rol voor de social media zelf, voor de Facebooks en de Twitters. Het lijkt mij wel heel goed dat er meer gelet gaat worden op bepaalde posts die suïcide romantiseren of stimuleren, dat daar meer op gelet gaat worden en dat daar ook actie op ondernomen wordt. Maar ik weet niet hoe haalbaar dat is. Sinds 2017 doet Facebook dat al voor een deel. Hè? En dat is toen met die nieuwe, hoe heet het weer? Met persoonsgegevens. AVG. Ja, die is een tijdje wat lastiger geweest. Maar ze schijnen het nu weer, sinds dit jaar weer opnieuw op te pakken met nieuwe algoritmes om in ieder geval exposure te verminderen op Facebook en Instagram. Maar dan nog blijft het een dilemma, hè? Want, exact. Want kijk, je kan natuurlijk zeggen van ze moeten het verwijderen, dan wordt het verwijderd en dan komt het via een andere weg weer terug.
Dus het blijft vooral belangrijk om met elkaar en ook juist op social media daar het gesprek over aan te blijven gaan. Ja, er zijn een aantal dingen waarvan je heel daadwerkelijk, dat is geen grijs gebied, hè, zoals bijvoorbeeld de Blue Whale Challenge, waar mensen echt elkaar uitdaagden om steeds een stap verder te gaan. Nou, daarvan kun je eigenlijk wel, zit je niet in het grijze gebied. Kun je wel aanvoelen dat het nou niet echt bedoeld is om mensen verder te helpen op een positieve manier. Maar verder is het natuurlijk ook heel erg persoonlijk altijd. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat je ook gewoon met mensen in je omgeving, maar ook met elkaar op de social media, steeds in gesprek blijft daarover. Want het is ook iets wat verschuift. En wat vinden we nu kunnen? En dat vonden we 10 jaar geleden, vonden we iets heel erg kunnen. En dat kan nu echt niet meer. Nee, ja. Ik denk dat ook het breder speelt, de algoritmes. Kijk, je kan hele mooie richtlijnen hebben en je kan nog net, je kan heel erg scherp zijn op wat er allemaal gepost wordt. Maar wat Charlotte net ook zei, als je in een bubbel komt waarin je vooral mensen treft die suicidaliteit aanmoedigen bijvoorbeeld. Dat is problematisch, denk ik. Dus daar ligt denk ik ook een grote verantwoordelijkheid voor de social media bedrijven. Maar ja, je zou kunnen zeggen, die hebben er misschien ook niet zo'n belang bij om die bubbels te doorbreken, want dat is ook hun winstmodel, hun verdienmodel. Maar ik vind het belangrijk dat we daar wel ook als burger scherp op blijven, want de macht is in handen van een paar hele kleine partijen. De macht over de social media die we met z'n allen gebruiken. En ik vind het ook goed dat de EU bijvoorbeeld daar nu ook de laatste jaren scherper naar kijkt, naar die macht van de social media bedrijven. En het heeft dus ook invloed op de verspreiding van berichtgeving over suicidaliteit. Dus dat moet er zeker in worden meegenomen, vind ik. Ja, het is natuurlijk ook een stukje vrijheid van meningsuiting, dat jij gewoon wil vertellen dat je gisteravond een zelfmoordpoging hebt gedaan en nu op de IC ligt en een foto plaatst van een hartbewakingsmachine. Zeker. Ja. Werkt natuurlijk wel, kan heel triggerend werken voor heel veel mensen. Ja, nee, ik zeg ook niet dat je massaal censuur moet gaan plegen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat de werkelijkheid die mensen zien op social media iets meer in lijn komt met de echte werkelijkheid. Nou ja, ik vind het wel een mooi parallel, hè? Nu met de corona gebeuren en de verhalen die wel of niet kloppend zijn. En je krijgt natuurlijk enorme polarisatie daarover. En ja, ik noem hem altijd weer, want ik vind het wel zo'n ontzettend mooie kerel, die Diederik Gommers, die maar blijft oproepen om wie ook welke mening heeft met elkaar in gesprek te blijven. En dat is in dit geval is dat ook zo. Hè? Volgens mij moet je vooral voorkomen dat je in een discussie komt van wat er wel en wat er niet kan, maar meer van wat is het effect daarvan op jou en hoe kun je daar zelf zo goed en zo veilig mogelijk mee omgaan. Ja. En Saskia, weet jij in hoeverre er hier al onderzoek naar wordt gedaan, zeg maar op het gebied van gewoon suïcide communities en de effecten daarvan? Nee, nog te weinig. Dus je ziet onderzoeken die er zijn gaan vooral over interventies die nu ontwikkeld worden. Hè? Dus bepaalde buddy-systemen om elkaar te helpen. Of Australische onderzoeksgroep heeft richtlijnen, evidence-based richtlijnen ontwikkeld. Van om jongeren dus voor te lichten, een soort mediawijsheid. Hoe je het beste iets kan posten of hoe je omgaat als iemand is overleden die je kent. Hoe je dan een memorial website. Dus nou ja, er is veel in ontwikkeling, maar nog heel weinig over de effectiviteit bekend. Ja. En zelf denk ik ook wel, we kunnen ook heel veel leren van preventie van andere aandoeningen, om het zo maar te zeggen. Net zoals bij roken is vaak ook een mix van interventies heel effectief. Hè? Het is deel handhaving. Hè? Dus je mag niet op het schoolplein roken. Maar heel erg ook in de opvoeding. Hè? Dus de rookvrije generatie. De hulp verbeteren voor mensen die willen stoppen met roken. Dus ik denk ook, het heeft ook verschillende interventies nodig. Ja. Dus, en net zoals je leert jongeren ook om meer over hun gevoelens te praten, over suïcidale gedachten, kan je ze ook meer weerbaar maken van hoe ga je nou verantwoord om met sociale media. En nog wel een heel interessante studie, die misschien is die studie van die Chinese professor die overigens in Nederland woont, volgens mij. Ja, super bij de VU werkt. Ja, die bij de VU werkt en die weet dus met op Weibo, dat is zeg maar de Chinese Twitter. Chinese internet is sowieso zo een beetje een bubbel, dus het is wat makkelijker te overzien.
weet hij dus echt met allemaal algoritmes, mensen de algoritmes te identificeren die een hoog risico op suïcide hebben. En daar sturen ze dan mensen naartoe. En dan voorkomen ze letterlijk pogingen, zegt hij. Ja, hij is wereldberoemd in Nederland daardoor. Hè? Dus dat ja, kan. Echt het is een heel grappige studie. Ja, nou, wat de ouders ook in ons jongerenonderzoek zeiden. Van ja, jongeren zijn digitaal ook zo slim. Dus op een gegeven moment gaan ze dan, als ze dit weten, dat ze zo gedetecteerd worden, gaan ze wel op andere manieren vinden om te communiceren en sporen. Ja, dat zien we al op TikTok. Want op TikTok werden dus al, zeg maar, filmpjes van mij werden al verwijderd omdat ik de hashtag volgens mij suicidal had geplaatst. En toen zag ik dat mensen dan gewoon die woorden anders typen. Ja. Dit is al jaren de strijd met internet, hè, met de komst van het internet en Napster. Het was een van de eerste dingen waar het is gewoon, je omzeilt elke keer wel weer. Dat is zo waarom ik denk dat het op lange termijn verbieden inderdaad ook niet de strategie is die uiteindelijk de heilige graal of zo is, zeg maar. Ja. We moeten een beetje naar een afronding toe. En ik heb nog een paar vragen. Eentje is dat iemand graag wil weten hoe die dan wel verantwoord berichten kan posten op zijn social media als het om suicidaliteit gaat. Ik weet niet of Charlotte daar iets over kan zeggen of iemand anders. Nou ja, ik doe maar wat en dan hoop ik dat het verantwoord is. Maar wat ik meestal doe is, even kijken, ja, waar ik het meest over heb getwijfeld, dat was laatst toen ik een poging had gedaan en ik wilde er wel iets over posten, omdat ik moest heel lang wachten voordat ik de crisisdienst kon bereiken. Echt een paar uur. En eigenlijk toen ik hem belde, was ik nog niet echt suïcidaal. En toen ze mij zeg maar terugbelde, toen was er eigenlijk geen gesprek meer mogelijk. Dus ik wilde dat wel delen, maar het was zo kort erop dat ik want het was toen volgens mij een bepaalde dag waarom ik het op die dag wilde delen, dus niet ermee wilde wachten. Ik weet niet meer, psychische gezondheiddag of zo. En toen heb ik wel getwijfeld natuurlijk, omdat wat ik eigenlijk als stelregel heb, is dat ik het niet vanuit de emotie zelf echt dingen wil plaatsen, zodat ik er nog een beetje op kan reflecteren van, weet je al, hoe komt het over? Dat kan je vaak op het moment zelf niet meer. En ook, weet je al, wil ik wel dat mensen dit zien? En verder, ik benoem geen methodes sowieso. En ik probeer... Ja, eigenlijk ook. Maar dat is... Kijk, ik probeer wel... Ik vind het wel belangrijk dat social media afspiegeling is. Maar ik weet ook, als ik mij al echt... weet je, de afgelopen weken ging het best wel slecht met mij. En dan ga ik daar niet de hele tijd over lopen posten. Want ik denk ook, dat het slecht met mij gaat, betekent niet dat iedereen die op mijn Instagram zit zich ook zo kut moet voelen. Dus ik probeer daar gewoon een beetje een balans in te vinden. Ja, en misschien is de beste afweging ook van, als je dit zou zien wat je plaatst bij een ander persoon, zou het mij dan triggeren? Precies, ja, precies. Dat is eigenlijk precies wat ik probeer te doen. Maar dat verschilt natuurlijk wel per persoon. Ja. In de chat zie ik heel vaak de vraag voorbij nog komen van, wat moet je doen als iemand suïcidaal is, of het heel slecht gaat, maar die wil niet praten en die trekt zich terug. Wat kan je dan doen als omstander? Moet je, Ed, Jeroen. Kijk, ik had al een reactie op gegeven. Hè. Het gaat niet altijd om het hoeft niet altijd om een gesprek te gaan. Hè. Het feit dat je zichtbaar bent, dat je contact opneemt, dat je er bent, dat je laat zien dat je erom geeft, dat je iemand uitnodigt, dat kan ook al genoeg zijn. Voor sommige mensen, voor de een is het gewoon makkelijker om een gesprek aan te gaan en het uit te leggen dan de ander. Ja. Dus dat hoeft helemaal niet, hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Gewoon er zijn. Uiteindelijk gaat het ook over wat Maarten zei, hè, dat je gewoon contact maakt. Ja. Dus dat je er gewoon, wat jij zei, er zijn. Of, of gewoon, weet ik veel, eten langsbrengen of samen gaan gamen of een film gaan kijken. Weet je, ook al is iemand suïcidaal, dat betekent niet dat iemand... Ja, voor mij heeft het een hele tijd, was het juist super fijn dat ik met vrienden op mijn bed karaoke ging zingen en gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Omdat, soms heb je dat ook gewoon nodig. En dat ik met vrienden erover ging praten, dat is nog steeds iets wat ik niet makkelijk vind. Ik wil nog ook wel van gebruik maken, ook niet om reclame te maken, maar omdat het gewoon heel waardevol is. Je kunt ook bij ons op de site van 1&3 de online suïcidetraining volgen. Dus een training van ongeveer een uur.
En daarbij, daarin krijg je ook heel veel tips van, goh, wat moet ik nou doen in bepaalde situaties? Want het is ook lastig. Doe ik wel het juiste? Trigger ik niet juist iets? Het is een training van een uur. En dan krijg je heel veel handvatten van nou ja, gewoon hoe met iemand om te gaan die het moeilijk heeft. Ja, vraag. En je krijgt een certificaat. Oh ja, vraag maar. Heel belangrijk. Ja, je krijgt een certificaat. Ja. Dat wil je wel hoor. Nou, dan komen we eigenlijk bij de laatste vraag, want we hebben nog exact 1 minuut. En dat is hoe jullie denken over de recente nieuwsberichten. Er zijn enorm veel nieuwsberichten die gaan over dat het zo slecht gaat met jongeren, dat ze op het randje van zitten door corona. Wat kan de invloed daarvan zijn? En hoe zien jullie dat met betrekking tot dit onderwerp van de webinar? Volgens mij moet er geen taboe op. Ik denk... Oh, sorry. Nee, ga maar, Maarten. Nee, ik wou zeggen, dat zag ik ook voorbij komen. Is het wel, iemand schreef zoiets van, is het wel verstandig om de aandacht te besteden? Ik denk dat je het niet moet doodzwijgen. Dat het geen taboe moet zijn. Dat je er juist over moet praten. Dat het belangrijk is om er het licht op te zetten. Om zo ook mensen er bewust van te maken van wat er speelt. Mensen te activeren, er iets aan te doen. Ook het onder aandacht te brengen bij de politici, de beleidsmakers. En laat ook zien als media wat er dan aan gedaan wordt. Hè? Wat kan helpen. Ja. Dus ik denk dat je als journalist niet eendimensionale berichtgeving moet brengen. En dus niet alleen maar moet aanstippen wat er aan de hand is. Maar dat het ook belangrijk is om constructief te kijken naar wat er aan gedaan kan worden en wat er al gebeurt. Ja, want heel vaak gaan zeggen journalisten, word ik ook gebeld van ja, we willen graag iemand voor een reportage, want we vinden het zo belangrijk dat de mensen zich meer bewust worden. Maar ik denk wel van, kijk, bewustwording is heel belangrijk, maar we moeten er wel voor zorgen dat we, zeg maar, mensen niet het idee geven van, je mag erover praten, maar dat er dan vervolgens geen zorg is. Ik denk dat dat misschien, tenminste voor mij, was dat nog pijnlijker dan überhaupt, zeg maar, zo voelen, dat je dan eindelijk die stap zet en dat je dan niet wordt geholpen. Dus ik vind dat tweede wat Maarten zegt wel echt heel erg belangrijk. Ja, dus dat er ook, hoe je en waar je hulp kan zoeken en ook een stukje positiviteit. Dat niet alleen... Ja, en ook vanuit media, dat je dus inderdaad ook op de politiek richt en niet alleen maar zegt van... dit is weer een jongere met dit probleem. Maar ook vervolgens, waar kan die jongere dan terecht? En loopt dat allemaal wel lekker? Spoiler, nee. Sorry. Dat vind ik ook een hele goeie, dat er ook bij staat. Hè, waar ze dan hulp kunnen vinden, hoe. Want dat blijkt ook vaak, dat jongeren dat ook niet goed weten, waar ze terechtkomen. Dus daar is dan ook... Dus ik denk dat heel erg belangrijk is, die combinatie. Ik merk dat ik ook nog wat wil zeggen. Dat, kijk, we weten uit onderzoek onder jongeren dat zo 1 op de 5, 1 op de 6 jongeren in de normale tijd, als er geen corona is, zo over gedachten heeft, wel eens over zelfdoding. En die doen echt niet allemaal een poging, want die zijn allemaal niet dat ze uiteindelijk uit zelfdoding overlijden, want anders zijn die cijfers heel anders geweest. Maar het is dus iets wat veel voorkomt onder jongeren. En diezelfde jongeren, dus dan hebben we het over mensen tussen, zeg maar, tussen 12, 13, 14 en 25, 26, die hebben ook die fase waar ik net ook over had, dat je van jongeren tot volwassenen moet ontwikkelen. En het sociale contact, het contact met andere mensen, is waaraan je je slijpt. En waarschijnlijk is dat toch een belangrijke, waarin je slijpt, wie ben ik later. Hè? Waarschijnlijk is dat toch een belangrijke factor die ervoor zorgt dat al die klachten die dus in de adolescentie heel veel voorkomen, ergens in de jaren daarna verdwijnen. En dat stukje is nu wel heel veel moeilijker voor jongeren. Dus ze hebben nu nog wel internet, maar heel veel contact is beperkt door corona. En ik denk dat het best wel zwaar drukt op jongeren. En dat we daarom die zorgen zo het roepen. Want ik ben ook zeker een van de mensen die dat roept als ik er een gelegenheid toe krijg. Van, dit geeft een hele grote weerslag op deze generatie die nu opgroeit. Oké. Nou, dan wil ik hierbij eigenlijk de webinar gaan afsluiten. Mocht je echt na willen praten over suicidaliteit inhoudelijk, dan kan je contact opnemen met 0800 0113 of via de chat 113.nl. Dan gaat het echt om hulp, zeg maar, hulpverlening. Wil je meer nog iets delen over deze webinar? Heb je nog vragen? Et cetera, dan kan je een mail sturen naar pers@113.nl. We zullen deze webinar online plaatsen. Hij is opgenomen. Dat
zullen we langs laten komen op onze social media. Ja, dan wil ik eigenlijk iedereen die er aanwezig was bedanken. Er zijn zeker 600 deelnemers zijn er geweest. En nog veel meer wil ik natuurlijk ook bedanken. De deskundigen die hierbij aanwezig waren. Ik vond het ontzettend leuk om te doen en ook heel waardevol. En ik hoop dat heel veel mensen met mij die hierbij aanwezig waren het ook waardevol hebben gevonden. Dus bedankt. Jij gaat appeltaart eten, Charlotte. Ja, er zijn ook voordelen aan de psychiatrie. Dat is heel vaak. Als je het door kunt krijgen. Oké, doei. Dankjewel allemaal. Dag allemaal.